cities in de regio. Skyline TV gaat in de zomermaanden op pad. Boordevol evenementen en dagjes uit. Dit is In de Regio. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van In de Regio op deze donderdag en op maandag natuurlijk als u de herhaling ziet. Het is gelukkig mooi weer en we zijn in het atletiekstadion van Uden. Niet alleen erin, maar ook daaromheen. Want er is namelijk zo, het is de sportolympiade. Heel veel kinderen zijn hier aan het sporten. Spelcircuit. En het gaat maar om één ding. Eerlijk sporten en samenspelen. En wij gaan vandaag een kijkje nemen hier. We staan midden in het atletiekstadion en gelukkig staan we niet alleen hier, hè? Nee, dit is het epicentrum vandaag. Hè. Er zijn hier nou zo'n, ik denk een kleine 200 leerlingen aan het bewegen, spelletjes aan doen. Buiten het atletiekstadion zijn andere 400 kinderen 10 verschillende sporten aan het uitproberen. Het is de jaarlijkse schoolsportolympiade. Het is inmiddels een begrip geworden. Wat zijn onder andere sporten die aan bod komen vandaag? Hier in het stadion hebben we atletiek. Plus de spelletjes waar je het net al over had. En buiten het stadion hebben we volleybal, voetbal, jeu de boule, korfbal, honkbal, waterpolo, rugby, hockey, handbal. 10 stuks in totaal. Waar gaat het vandaag om? Waar het vandaag om gaat is in ieder geval met elkaar lekker bezig zijn. Kennis maken met onbekende sporten voor de kinderen. Maar met name ook het sportief bezig zijn met elkaar. Dat is ook de belangrijkste prijs die wij aan het eind van de dag uitreiken. Dat is de fair play prijs. We proberen op een of andere manier het sportieve gedrag een klein beetje te beoordelen. En aan het eind van de dag reiken we die prijs uit. Sporten, beweging onder kinderen. Veel mensen spelen naar buiten, hebben gymles op school. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat kinderen zoveel bewegen? Bewegen is altijd belangrijk. Ik denk wel dat wat jij net zegt van kinderen spelen buiten, dat is inderdaad nog zo. Maar je ziet toch ook steeds vaker dat de kinderen thuis achter de computer kruipen als ze uit school komen. En bovendien, niet alleen het bewegen is belangrijk, maar ook het samen bezig zijn, het sportief zijn. Vandaar ook die fair play prijs natuurlijk. Hartstikke belangrijk. Is dat een bijdrage die jullie als Stichting Schoolsport willen leveren? Wij willen in ieder geval proberen om de kinderen in het Udense meer aan het bewegen te krijgen. En als daar dan bij komt dat ze ook nog sportief met elkaar omgaan, is het natuurlijk hartstikke mooi meegenomen. Vorig jaar was het weer wat minder. Ik denk dat je vandaag geluk hebt met het weer. Ja, we hebben heel wat gebedjes naar boven toegebracht en ik denk dat ze ons gehoord hebben. Ik hoop dat het zo blijft, ja. Nou, succes vandaag. Dankjewel. Komt goed. Thank you.
ga je doen vandaag? Sporten. Sporten? Ja. Vind je dat leuk om te doen? Ja. Heb je dan ook eigenlijk al geoefend? Ja. Wat doe je zelf voor sport? Ja. Welke sport? Tennis. Tennis. En mag je dat vandaag ook gaan doen hier? Volgens mij niet. Dat is eigenlijk wel jammer, of niet? Ja. Maar waar gaat het vandaag om? Fair play. En wat is dat? Eerlijk spelen. En leuk spelen. En dat gaan jullie natuurlijk wel doen bij de springplank, of niet? Ja. Nou, succes vandaag. Ja. En jullie zijn van het Udus College, hè? Ja. En jullie gaan kinderen begeleiden. Ja. Waarom gaan jullie die kinderen begeleiden? Wij zijn daarvoor uitgenodigd en dan moeten wij uitleg geven en ze helpen om het spel goed te doen. Want jullie hebben een speciale klas van het Udus College? Ja, de Bobklas. En dat wil zeggen? Dat we 2 uur, 3 uur extra sport doen in de week. Dus dat doen we allemaal verschillende sporten en dat is best wel leuk. Dus jullie doen veel sporten, je vindt sporten leuk. Doe je zelf sporten? Ik doe tennis en voetbal en door Bob leer je ook heel veel nieuwe sporten kennen. En die kun je vandaag mooi allemaal toepassen hier. Jazeker. Nou, succes vandaag. Ja, dankjewel. Zover in de regio alweer van de Sportolympiade hier in het atletiekstadion en in het sportpark van Uden natuurlijk. Volgende week, dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En dan gaan we eigenlijk in hetzelfde thema verder. We gaan ook sporten, doen we alleen met 4 Uden Sportief. Tot de volgende keer.